Hey, what up y'all? Dit is de SKAFFAEL, Skafel op je beeldscherm en je kijkt naar Tag Team TV. Leuk dat je kijkt, want we hebben vandaag een special guest in de building bij onze allereerste podcast. En hij is hier om zijn ervaringen met ons te delen. Dus enjoy! Deze man heeft films gedaan, geschreven, in theaters hele toeren uitverkocht, samen met zijn broer. En vandaag ja, ben ik erg vereerd dat hij tijd wilde maken om ook hier aanwezig te zijn. Jos, kom zitten. Ik heb het over Joshua Timisela, dames en heren. Wat's up? Gek. Sadab. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, goed. Joshua Timisela, a.k.a. de grappigste Molukker van Nederland. Ja, 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 toch. Het was echt heel bijzonder. Ja. Heel mooi, ja. Zij reageerde echt heel mooi. Lekker, gewoon lekker, Sada. Ja. De kindje liet dat vallen en die moeder deed zo... Takumali! Ja. Ik dacht, oh, Sada, joh. Ik had echt gemist. Ik dacht, oh, die kreeg ik vroeger ook, hoor. Ik zeg tegen die tante, zeg, ik kan het nog één keer doen voor mij, als ik het nog één keer. Yes, welkom, Josh. Dankjewel. Vet dat je dit wilde doen. Dank je. Of dat je dit wil doen. Sowieso. Support, altijd. Ja, vet. Hey, voor de mensen die kijken en die jou nog niet kennen, wie is Joshua Timisela? Joshua Timisela is creative director, maar ik noem mezelf creatief directeur. Oké. Van TBT Works. Ik ben verantwoordelijk voor alle creatieve dingen die wij maken, zoals scripts, regie. Dus dat ben ik. Nice. Wil je mijn leeftijd ook nog hebben? Wat je wil. Wat Forever je wilt 21. Nee, 35 jaar. 35 jaar. Ja. En vader. Ja. En partner. En wonen in Rotterdam. Rotterdam. En creativiteit is mijn life. Mijn life. Wat, als mensen zeg maar misschien nog niet weten. Ja, bij het Molukse volk is bij Trita Trita. Het vertellen van verhalen is altijd echt een ding als je naar een... Ik wil naar een verjaardag gaat, wat dan ook. Dan heb je altijd die grappige oom. Ja. Die altijd verhalen moet vertellen. Maar als ik dan. Ik ben geweest naar jullie shows. En dat is weer next level. Kun je daar misschien zelf iets over vertellen? Ja, in een Molukse scene. Ja. Ja, dan groei je eigenlijk op met heel veel familieleden. Altijd om je heen. Ja. Ja, onze opa's en oma's die hebben niet stil gezeten. Die hebben gewoon lopen. hè? Ja. Mijn vader die komt uit een gezin van 12 totaal. Oké. Weet je, en mijn moeder komt uit een gezin van 7. Dus, en die komt vandaar dan. Ja. Maar dan als je dan zeg maar, op een verjaardag kwam, of op een feest, ja, dan zie je dus 10 verschillende soorten, want 2 zijn overleden, 10 verschillende soorten emoties. Want je ziet de oom die is de vechterbaas, je ziet de oom die is de prater, dus je grappige oom, je hebt de junk, weet je hebt de oom die op een Hollander lijkt. Weet je. En dat zijn allemaal typetjes waar je mee opgroeit. Ja, ja. En dat... Ik zie dat denk ik ook wel terug als inspiratiebron in jullie stukken, denk ik, hè? Ja, want ik, dat is echt zo. Want mijn moeder was dan ook heel erg actief, ouders waren heel erg actief in de stichting, in de buurt en in de kerk. Mm-hmm. Kerkelijk opgevoed natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, kerkelijk opgevoed. Yeah. Dus daar ging je dan, moest je dan vroeger als je jong was, moest je dan mee naar een repetitie, weet je, of van een vocalgroep of naar een vergadering. Ja. En dan zat ik dan daar als jongetje van 6, 7. En dan moet je dan gewoon zitten en dan allemaal luisteren wat ze allemaal te zeggen hebben. Ja. Ja, en dat hou je allemaal vast, dat onthoud je allemaal. En dat is uiteindelijk is dat gewoon... Dat gebruik je nog steeds eigenlijk als inspiratie voor je stukken nu? Ja, eigenlijk wel. Nog steeds. Dat is wel mooi, man. Ja, maar ik heb het op later leeftijd heb ik het echt helemaal ontwikkeld eigenlijk. Oké. Dat kwam pas veel later, dus... Dat je het ook echt, zeg maar, misschien was het vroeger dan misschien wat vanzelfsprekender of zo? Ja, precies. En dan nu kon je het echt... hoe zeg je dat? Kanaliseren tot een echte... Ja, toen ik jaren 14, 15 was, toen dacht ik in één keer bij mezelf van... het is heel raar om dat te zeggen, maar het is gewoon zo. Ja. Ik kwam er gewoon achter dat overal bij wie ik was, moesten ze allemaal lachen om mij. Ja. hoe kom je daar dan achter? Ja, omdat dingen gebeuren vanzelf, weet je. Dus als ik dan ergens kom en dan zie ik iets en dan voel ik de energie en dan voel ik de omgeving waar ik ben, voel ik dan aan met de juiste mensen. Mm-hmm. Bij die kan ik dat soort grappen maken, bij die kan ik dat soort grappen maken. Op een gegeven moment ontwikkel je dat. En met al die typetjes die ik heb leren kennen in de jaren daarvoor, dan ga je dat zeg maar bij elkaar mixen, weet je. Dat is eigenlijk wat ik dan deed. Ja, toen ik 14 was, toen begon ik eigenlijk met het personages maken. Dus begon ik echt te schrijven van... Een oom van 50 jaar en die
Dus die werkt daar. Dan ging ik gewoon een complete personage had ik dan gewoon uitgeschreven. En niemand hoefde je daar toe te zetten? Dat kwam echt uit jezelf? Ja, dat kwam uit mezelf. Ah, dat is wel vet. Dus dan haalde ik zeg maar een stukje van mijn eigen oom, een stukje van mijn vader. En een stukje van een tante. Ja. En die bracht ik eigenlijk bij me. Eigenlijk net als koken. Mm-hmm. Als ik gewoon 5 gerechten heb, ja. Als ik een paprika heb, kan ik een hele paprika gebruiken, maar ik kan ook de helft gebruiken. Het is maar net hoe je het combineert eigenlijk. Ja, ja. Want stel, iemand kijkt, misschien ook is er nu een jongetje van 14 die daar ook achter komt. Wat zou je tegen diegene willen zeggen? Stop. Nee. is al bezet. Die is al bezet, hè? Die rol is al. Kijk, als je achter komt, achter een talent. Ja. Ja kijk, talent, daar geloof ik ook in. Ook met techteam, wat jullie visie ook is. Ja. Is dat iedereen een talent heeft. Dat geloof ik ook. Ja. Iedereen heeft een talent. Alleen, wat doe je ermee? He, dat hoor je ook vaak. Je hebt talent, maar wat doe je ermee? Ja. Ik geloof zelf in dat iedereen een talent heeft, maar je moet wel keihard werken om dat talent nog krachtiger te maken. Het is net als een pijl en boog. Mm-hmm. Dan heb je een pijl en die pijl is talent. Ligt aan jou hoe scherp jij die pijl wil maken. Je kan wel schieten met de pijl, maar als die bot is, heb je nog niks aan. Weet je? Die talent heb je al, dat is die pijl. Maar dan kan je het scherp maken, je kan nog veertje opdoen, je kan nog ingraveren, initialen en mooie dingen maken. En dat is eigenlijk, dat moet je zelf doen. Poëtisch, hè? Poëtisch. Ja, nee, is dat maar ander talent denk ik nu gewoon. Nee, maar echt, maar dat is, zo is het wel, weet je wel? Ja. Ja, oké. Kijk, ik heb ook in mijn vriendengroep vroeger ook heel veel jongeren die ook gewoon. Er waren zelfs boons die nog beter waren dan ik. Hmm. Met iets, met tekenen of zo, weet je wel? Wat ik tekenen ook erg leuk vind. Ja. Maar die dan niks mee deden. Mm-hmm. En dan draait het om discipline. Ja. En wat ik ook zelf denk, de omgeving waar je bent. Ja, waar je woont. Want één stap terug dan, hè? Want op een gegeven moment kom je erachter, hey, oké, overal waar ik kom, daar gaan mensen om mij lachen enzovoort. Wat is dan datgene wat is jouw drijfveer, zeg maar, om daar dan echt iets mee te gaan doen? Of hoe is dat gekomen, laat ik zo zeggen? Ik heb nooit geweten dat ik in theater zou spelen, nooit. Ja. Maar ik wist wel altijd dat ik iets in de entertainment wilde doen. Okay. Later pas, hè? Ja. In mijn jongere jaren wist ik dat helemaal niet, want dat was nog helemaal niet de juiste sturing. En alles. Want die typetjes die je schreef, dat was gewoon zomaar. Dat was niet met een doel van oké, dan ga ik later. In het theaterstuk. Dat was gewoon omdat je het leuk vond. Gedichten en korte verhalen. En ik heb ook een boek heb ik ook al geschreven, maar nog uitgebracht. Maar dat zijn dingen die ik gewoon die ik moest doen. Ja, dat is gewoon echt. Puur. Weet je, in die tijd had je natuurlijk ook nog geen Facebook of Instagram. Ja. Nu ben je gewoon 2 uur lang zit je gewoon zo ja, klopt. Dingen te lezen waar je helemaal niks aan hebt. Nee, klopt. Weet je? Maar toen had je dat niet, dus dan had je gewoon pen en papier. Ja, ja. En dan ging je gewoon creëren. Mm-hmm. En dan de volgende dag dan ga je dat weer teruglezen en denk je, oeh. Ja. Of, wow. Ja. Weet je? Want had je dat ook? En bij mij was vaak, wow. Ja. Dat ik dat heb, wow! Helemaal impressed. Wow. Nee, ik geloof dit niet, Maar kan je misschien wat, als je teruggaat naar die tijd, wat jouw doel was toen? Want wat ik zelf zeg maar had is, als ik dan liedjes ging schrijven of wat dan ook, op dat moment was je nog niet echt mee bezig van, oké, wat als iemand dit hoort of zo? Wat je zegt, het moest er gewoon uit. Ja, het moest eruit. Kun je dat misschien zeg maar voor de mensen die kijken, dat misschien een beetje omschrijven? Zeg maar, dat is een scheet, weet je wel? Die scheet moet eruit. Die scheet moet eruit. Als je scheet inhoudt, doet pijn, krijg je buikpijn, hoofdpijn, word je ziek, toch? Ja. Datzelfde gevoel had je ook gewoon. En dan met creativiteit. Ja. Die creativiteit moet eruit. Een schilder gaat schilderen, hè? Fotograaf gaat fotograferen. Ja. Nou ja. En dan kreeg je ook dezelfde gevoel van opluchting nadat je gewoon had. Ja, zeker. Dat ik echt dacht van, hey, ik moet nog een scheet laten, toch? Dus ik moet mij weer voeden om weer zo'n harde scheet te laten. Ja, maar dat is eigenlijk... Zo zie ik het wel. Ja. Dat je talent, iedereen heeft een talent, mm-hmm. maar wat doe je ermee? En ja, de ene die komt erachter op zijn 14e, maar de ander die komt erachter op zijn 65e. Ja, klopt. Ja, die, hoe heet het? Oprichter van KFC of zo, die heeft het pas na zijn 65e. Ja. Is daar pas mee begonnen, had ik begrepen. Nee, maar dat is het eigenlijk toch? Ja, want je noemde net ook je omgeving, zeg maar. Dat ook een rol dan speelt in het heel ontwikkelen van, de, van je talent. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Ja, kijk, toen wij, ik ben in Tiel geboren en getogen. Mm-hmm. En pap en mama die hebben ervoor gekozen om niet in de wijk te wonen. Oké. Okay. Want als deurwaarder komt, ziet iedereen. Ja, nee. Het is makkelijk, toch? Makkelijk prooi anders. Ja, maar die wouden gewoon per se, niet in de wijk wonen. Ja. Maar wel dichtbij. Oké. Okay. Want opa woonde wel in de wijk. Ja. Dus in Tiel had je dan zeg maar een basisschool. Mm-hmm. Koningin Wilhelmina school.
En daar zaten de allermoeilijkste kindjes. Ja. En papa en mama zeiden van nee, beter gaan naar een andere school. Dus ik zat best op een witte school. Ja. Ik was ook de enige bruine. Okay. De enige Molukker zat ik op die basisschool. Dus mijn omgeving, in plaats dat ik zeg maar alleen maar Molukse vriendjes om me heen had, mm-hmm. had ik alleen maar Nederlandse vriendjes, Marokkaanse vriendjes, Turkse vriendjes. Ja. Dat was dat. Hè? Ja. En op zondag, of in het weekend, dan gingen we naar de kerk. Dan zag ik weer wel mijn eigen mensen. Ja, 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 ja. Dus ik groeide eigenlijk. Dat was daarna in de Molukse kerk dan? Ja, Molukse kerk. Dus ik groeide op van dat je ook gewoon meer. Er was al meer. Ja. En dan heb je. In Almere? Nee, in Tiel toch? Tiel. Ja, in Almere ben ik nooit geweest. Nee, ja. En dan had ik ook nog een oom, Simon de Hamata, ja. die dan profvoetballer was bij Ajax. Ja. En dan twee zusjes van mijn. En dit is jouw echte oom, hè? Eventjes voor de duidelijkheid. Ja, bij bloed, bij blood. Okay, okay. En dan had ik nog twee zusjes van mijn vader, Oyani en Annie Fien, maar Annie en papa Bongso, ja. de jongste. Dat waren gewoon internationals, die hebben gewoon in Nederlands elftal gespeeld, okay. in zaalvoetbal. En, ja. Dus ik groeide al op van, hé. Er zijn dingen mogelijk. Er zijn dingen gewoon mogelijk, weet je. Ja, Dus als je dan zo opgroeit, ja, dan kan je ook meer. Maar los daarvan had ik wel het gevoel van, wij zijn wel Molukkers toch? Mm-hmm. Wij zijn wel strijdvaardig, we moeten wel laten zien wie we zijn. We moeten wel vechten, weet je. Zoals onze ooms, weet je. Ja, Want als ik dan in een stichting kwam, buurthuis, ja, Molukkers zeggen stichting. Ja. Als je tegen Nederland zegt stichting, zeg gewoon stichting. Ja, klopt. Buurthuis, ja. daar zaten wel ooms die wel tegen mij zeiden van, hey, je moet geen Hollanders vertrouwen. Ja, ja, ja. En hoe heeft jou dat gevormd? Ja, ik ben dus niet met pijn. Ik ben niet met pijn opgevoed. Ja. Ja. Mijn opa, die. Dat waren gewoon survivors. Mm-hmm. Mijn oma ook. Weet je, die ging gewoon geen kabaaien meer dragen. Die droeg gewoon spijkerbroek, Adidas. Die ging brommen rijden, tractor rijden, appels plukken. Ja. Mijn opa die zat bij de GIM-kerk mm-hmm. en bij de GPM en het Leger des Heils. Ja. Hij zei: op zondag gaan jullie maar één keer poetje doen, ik drie keer. Weet je, zo zei hij het. Hè? Dus die zeiden al tegen ons zo van: ja, dit is geen pijn. Dus over de Molukse pijn, en dat wist ik nooit. Ja, ja. Hebben we zelf met mijn broer moeten zoeken van, oh, wat is dat nou eigenlijk allemaal? Ja, oké. Okay. En wat verschilt dat dan, denk je, met iemand die wel met die pijn opgroeit? Ja, ik merk het wel bij mijn vriendjes dan, zeg maar. Ja. Dat er zeg maar een soort van, dat ze altijd zo'n pijn droegen, weet je wel. Mm-hmm. Van ja, er komt wel een dag dat wij terug naar Maluku gaan. Ja. En dat ik echt dacht, oké, en dan worden we je daar doen dan? Ja. Weet je dat? Ja. Ja, mijn moeder komt vandaar. Ja. We worden thuis een regel. In huis praten we Maleis. Mm-hmm. En buiten Nederlands. Ja. Dus mijn Maleise is gewoon vloeiend. Ja. En dan zegt zo'n vriendje tegen mij: ja, maar we gaan op een dag terug. Dat ik echt denk: ja, maar jij kan maar twee woorden Maleis. Wat wil je doen dan daar? Ja. Weet je wel? Ja. En als ik dan gewoon kijk naar. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn childhood. Ja, precies. En als je dan zeg maar dat in verbinding brengt met eigenlijk de dingen waar je nu dan mee bezig bent, is je wereld daardoor ook groter? Nu kan ik alles wat ik vroeger dacht en wat ik allemaal heb gewerkt, kan ik nu eindelijk uitwerken. Ja, want eigenlijk het zat al in jou, zeg maar. Ja, zat al en al die personages die ik heb geschreven, al die verhalen, ja. kan ik nu eindelijk met het werk wat ik doe. In het theaterwerk kan ik nu eindelijk echt letterlijk een podium geven. Ja. En dat is gewoon wel een kick. Want en is dat echt vanuit Molukse perspectief, denk je? Of is het gewoon echt uit jouw perspectief en het kan alle kanten op? Van mijn perspectief. Ja. Ik gebruik de Molukse cultuur wel als een brug, zeg maar. Ja. Maar in het nieuwe stuk wat ik nu ga maken, mijn oom het Ambon. Mm-hmm. Het zou net zo goed mijn oom uit Marokko kunnen zijn. Ja, 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 weet je, dat ook andere cultuur, of mijn oom uit Zwitserland. Ja. Het gaat uiteindelijk gewoon om een culture shock. Ja, ik ben echt benieuwd, man. De dingen die ik gezien heb, dat is echt, als mensen het nog niet gezien hebben, is echt, echt een aanrader. Ja. En want om even terug te gaan, zeg maar, want voordat je theater, want eigenlijk is het een beetje per toeval zo gekomen, toch? Ja. Heb ik begrepen? Ja. Want vertel, ik weet dat je voorheen ook in films, nou voordat je zelf films schreef, eigenlijk ook nog in films hebt meegedaan. Ja, dat ging eigenlijk nog veel verder terug qua creativiteit. Ja. Als mijn moeder ging koken, ging ik altijd tekenen of schilderen. Dat was altijd standaard. Ja. En dan was zij altijd de persoon die zei van niet mooi of wel mooi. Okay. En zij was ook gewoon eerlijk. Ze zei, ah, nee, dat is niet mooi, die kleuren zijn niet mooi. Ja. En wat tekende je dan zo? Absurdistische tekeningen, dus bijvoorbeeld. Dat is een heel moeilijk woord voor mij, ik weet niet wat te tekenen. Nee. Ja, echt fantasie dingen maakte ik altijd. Nee, nee. Ik deed heel veel natekenen, portretten. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dan kan ik eens goed foto maken. Okay. Ik moet iets creëren wat nog nooit is gemaakt. Ja. En toen ben ik dus vanaf de basisschool
ben ik dus naar de schilderschool gegaan. Maar om huizen te schilderen. Dus gestuurd, niet eens om echt geschilderd te worden. Okay. Examenweek heb ik niet afgemaakt. Middelbare school. En toen ben ik eigenlijk gaan schilderen. Mm-hmm. Echt gaan schilderen, huizen gaan gewoon schilderen. Gewoon huizen, oké. Okay. Nou, toen ben ik in een dal terechtgekomen. Ja. Criminele sfeer. Een dal met allemaal huizen die je ging schilderen. Nee. Maar dan ben ik eigenlijk daar eigenlijk terechtgekomen. Okay. Ook drugsverslaafd geweest. Ja. Heel erg, zeg maar. Mm-hmm. En dat was dan tijdens toen je schilder, schilderwerk ja, dan ja, was? Ja. Nee, toen ik mijn... Of daarna? Daarna. Oh, dus mijn examenweek had ik niet gehaald. Ja. Niet geweest, middelbare school. Ja. Had ik geen zin. Omdat ik toen al in een soort van groep zat. Mm-hmm. Dus geen diploma. Okay. En dus kreeg ik een baan aangeboden om te gaan schilderen. Oh zo. En dan een jaar ging het bedrijf failliet, dus ik had helemaal niks. Ja, oké. Okay. Geen papieren, geen niks. Niks. En dan, toen ben ik eigenlijk vrienden tegengekomen. Ja. Die op straat dingen deden. Mm-hmm. En ik merkte dat ik daar ook heel erg goed in was. Oké. Okay. In vechten, beroven. Heel creatief. Ja. Eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, het is, ja. En toen dacht ik, dit is echt te gek. En toen vertel ik ook in mijn allereerste show, Het Geheim. Ja. En toen wouden we ook echt een gewapende overval plegen. Mm-hmm. En toen zei ik van, dit gaat gewoon echt voor mij te ver. Ja. Toen ben ik naar huis gegaan. Onderweg naar huis heb ik gebeden. Gewoon echt gebeden. Ja. En toen kreeg ik de volgende dag kreeg ik een flyer. Waarin stond toelating voor de Nederlandse Popacademie. Muziek, ja. Sound design, componeren. Ja. Er werden maar 20 doorgelaten van de 400 aanmeldingen. Mm-hmm. Maar ik had niks, toch? Ik had geen diploma, niks. Nou ja, uiteindelijk gehoortest gedaan en auditie, tracks laten horen. Want ik maakte altijd muziek. Oké. Okay. En instrumenten spelen en alles. Wat voor muziek? Ja, van alles. Echt wel, oké. Ja, ik ben echt begonnen met jazz maken. Ja. Op de computer dan, hè? Ja. Echt jazz. En toen, toen ging ik alle kanten op. Ja, ja, oké. Okay. En toen werd ik aangenomen. Okay. Op die popacademie. En zie je dat ook in verband met dat gebed die je dan had? Ja, ja, ja. Toen dacht ik, shit, God bestaat dus, weet je wel. Ja, ja, ja. Hij luistert gewoon naar mij. Van al die miljoenen, miljarden mensen, heeft hij gewoon naar mij geluisterd. En dat heeft mij wel wakker gemaakt. Ja. Dat ik echt dacht van, nou moet ik ook voor gaan ook. Ja. En toen ben ik naar de popacademie gegaan, cum laude afgestudeerd, als laatste toegelaten, als eerste afgestudeerd. Oké. En toen dacht ik, je hebt smaak te pakken, ja. Ik ga naar kunstacademie, ik ga daar gewoon proberen. Ja, ja, ja. Theatervormgeving, dus moet jij maquettes maken. Ja, ja. Waar was dat? Want was dat is ook in Utrecht, Jans Kerkhof. Utrecht, okay. Ja. Ja. En mijn moeder die maakte altijd kleren, mijn oma maakte altijd kleren. Ja. Daar heb ik altijd gekeken. Mm-hmm. En toen dacht ik, dat kan ik ook. En toen werd ik ook toegelaten. Er werden maar 15 leerlingen toegelaten, zat ik daar ook in. En ik was ook de enige zwarte op heel die faculteit. Dat er soms mensen dachten dat ik schoonmaker was. Serieus? Ja, echt waar. Hallo, kunt u even misschien lokaal 7 is nog... fuck you, bitch. Ik heb net 10 gehaald, joh. Dan erop, joh. Serieus? En toen is eigenlijk mijn... toen dacht ik, nu moet ik helemaal voor gaan. Ja. En toen mocht ik via Hives, weet je nog vroeger Hives? Ja, ja, ja. Hives. Toen zag ik een flyer van acteurs gezocht. Ja. En toen ben ik eigenlijk in die filmwereld gerold. In Skin, okay. En toen Wijster, en toen De Punt. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, als zij een film kunnen maken, kan ik ook. En toen is Jefte eigenlijk ontstaan. Ja, oké, wacht, ik ga het even heel snel doorheen. Ja, ja, dat was heel snel, ja. Ja. Maar dat is wel eigenlijk okay. Het verhaal. Ja, ja, oké, okay. Maar oké, wel vet. Dus je bent, zeg maar, als ik dat zo hoor dan, hè. Vind je dan ook belangrijk, hoe belangrijk is het denken in mogelijkheden versus denken in beperkingen voor jou? Sinds ik, omdat mama vandaar komt, ja. Was ik bijna ook elk jaar op Maluku. Ja. En als ik naar Nederland kwam, dan kon ik echt zien van, er is echt veel mogelijk hier. Ja. En ik denk dat gewoon de key is voor de jongeren hier, ja. Om je kinderen op jonge leeftijd zo snel mogelijk naar Maluku te brengen. Mm-hmm. Om daar met neefjes en neefjes te praten die niet zomaar gewoon even kunnen studeren. Ja. Die zouden eigenlijk willen dat ze hier die willen juist. Al die mogelijkheden ja. Zouden hebben. En dan zeggen wij van, geen zin man, school vandaag. Ja. Terwijl zij daar gewoon verlangen. Om naar school te gaan, weet je wel. Ja. En als je dat gewoon van dichtbij voelt en meemaakt. En je komt weer terug naar Nederland. En je ziet dat er gewoon instanties, opleidingen zijn die jou altijd willen helpen. Ja, ja alleen, dat is mooi, hè? Je moet zelf willen. Ja, dat is denk ik de key. Je moet gewoon echt opstaan en dan gewoon zeggen van, ik ga dit gewoon doen. Ik wil leren tekenen, maar hoe moet ik dat doen? Je hebt telefoon elke dag in je hand. Ja. Je kan gewoon op Google kan je tekenles. Ja. Er zijn genoeg groepen die gratis tekenles geven of gratis muziekles. Mm-hmm. Zijn er genoeg, weet je wel? Ja. Ja, want om dan zeg maar door te gaan. Dus op een gegeven moment heb je die mindset eigenlijk gewoon al van... je kwam uit een diep dal. In één keer ging het voor de wind, om even zo te zeggen. Ja. En toen zag je dus die oproep.
om je ergens op te geven als acteur. Ja. Was dat ook een van je ambities om uiteindelijk acteur te worden of zo? Nee, in die tijd bedoel ik of zo? Nee, nooit. Nee, het was gewoon echt creatief. Creatief gewoon. En ik wist hoeveel ik per dag verdiende. Toen dacht ik helemaal, tadaa, weet je wel? Ja. Dat is alleen maar vooruitgang. Dacht, hey, shit, hey, 15 draaidagen. Ja. Dus per, wow. Ja. Toen kwam die wow weer terug. Toen die wow weer terug, ja. Ja. Hey, maar toen ik ging acteren, toen dacht ik wel, hey, dit is het wel. Ja, oké. Okay. Ja, wat was jouw eerste ervaring? Dat was Skin dan? Of? Ja. Skin, dat was gewoon één draaidag. Oké, okay. Dat was één draai, de hele film één draaidag? Ja, ik had maar één scène en dan ging ik ook in dood. Oké, okay. Ja, dat is standaard. Ja, standaard, ik dood. De zwarte genoten, dood. Typecasting. Ja. En toen daarna ging ik auditie doen voor Wijster, voor Polen van de Oest. Mm-hmm. Ook. Dat is met al die boys, toch? Ja. Daar heb ik wel verhalen over gehoord. En de punt, daar hoefde ik helemaal geen auditie te doen. Mm-hmm. Want die regisseur zei van, ja, ik heb al twee films van jou gezien, ik wil jou gewoon erin hebben. Oké. Okay. Ik zei, maar zullen we dan even praten over mijn prijs dan? Even checken of je wel in het budget past, ja, toch? Ja, je wil mij toch? Ja, je wil mij toch? Gelijk zo. Nou, uiteindelijk is het wel gelukt. Dat had je eigenlijk niet moeten zeggen. Dus de rest van de cast heeft niks gekregen? Nee, en toen speelde ik in De Punt. Ja. En toen daarna heb ik en daarna ook in Schapenhooi. Met Georgine Verbaan, Katje Schuurman. Oké, okay. Ja, wat is dat, Schapenhooi? Dat is een soap eigenlijk van vroeger. Okay. Ja. En daar hebben ze een nieuw jasje gestoken. Echt een Amsterdamse, wat ook al op televisie is uitgezonden. Ja, yeah. Oh, vet. Ja, een serie. Ja. Yeah. En toen heb ik daarna ook nog even een paar keer auditie gedaan. Maar ja, I was black. Oké. Okay. Dus ik kreeg niet eens de rollen voor crimineel of... En toen dacht ik, nee man. Je krijgt alleen maar rollen aangeboden als crimineel zijnde of zo? Wat ja, we zoeken wel een boef. Mm-hmm. Dus jij hebt wel een bivakmuts op, dus we zien jou niet. Dus, oh, dat soort rollen. Okay. Dus toen dacht ik... Wat deed het met jou eigenlijk als persoon? Motiveerde mij alleen maar. Oké, nou, dat is mooi. Dat ik echt dacht van, dus jij wil mij niet? Mm-hmm. Dat ga ik zelf doen, toch? Ja. Ja, dat is mooi. Dat is eigenlijk. En zo is het begonnen met Sterk, denk ik, hè? Ja, Sterk hebben we eigenlijk voor alle jongeren die niet op vakantie gingen. Toch? Die wilden we een leuke vakantie geven. Vet hoor. En toen hebben we eigenlijk in Tiel een project opgestart om een film, zelf film te maken. Ja. Zelf gefinancierd, alles. Dus gewoon echt, de moeders gingen koekjes verkopen. Ja. Met dat geld gingen we camera's huren. Gewoon echt zo. En die film is gewoon op een gegeven moment ook gewoon landelijk overal vertoond. En wat was die mindset in die tijd? Die mindset, kijk, de meeste jongeren die hoofdrol kregen in die tijd, die doen het nu ook allemaal goed. Mm-hmm. Echt allemaal. Die zitten op een theateropleiding, die maken muziek. Want als je ze op jonge leeftijd in een Molukse wijk laat zien dat alles al mogelijk is. Ja. Weet je, in onze besprekingen zeiden we ook tegen die jongeren, die waren toen 9 tot 13 jaar. Ja. Zeiden we ook gewoon van, dit is jullie film. Ja. Die hebben we zelf gedaan. We gaan niet met z'n allen dat doen. Dus als je op jonge leeftijd al ziet van, hey fuck, deze booms zijn gek man. Die doen dit gewoon voor ons. Terwijl ik booms had, die zeiden van, hey, ik had gewoon 10 man in elkaar geslagen. Ja. Dus wat ga ik dan denken? Dan wil ik 20. Ja, klopt. Ik wil hem overtreffen. Je wil hem overtreffen, ja. En deze jongeren die nou zo jong zijn, die willen mij overtreffen en dat vind ik alleen maar goed. Ja. Doe maar, weet je? Ja, klopt. Ik wil juist dat ze beter worden. Ja, want dat was dan... In 2010. Zo weer bijna 10 jaar geleden. Ja, dat was 10 jaar geleden. Ja, volgend jaar bestaat Sterk 10 jaar. Ja. Ik weet nog, ik was nog bij de première. Met Matta samen. Ja. Aan de cognac. Ja. Dat weet ik ook nog zelfs. Niet veel weg, nee, maar toen hadden wij al zoiets van, ja, we moeten gewoon die movement supporten. Want het was al gaande natuurlijk. Ja. En van daaruit, want ik denk dat het pas... Nee, pas rond de film Jefta is het was... Sterk was nog geweest. En toen zei mijn broer, ja, als we het lokaal kunnen doen, mm-hmm, dan kan ook nationaal. Ja. Dus... Dat is weer dat denken in mogelijkheden, hè? Dat komt tegen. Ja. Dat is echt vet. En toen dachten we van, dan gaan we ook geen subsidie vragen. Nee. Gewoon onze eigen mensen. Ja. En toen is dat eigenlijk ook zo gegaan met Jefta. Met Jefta ook? Ja, okay. Ook zo gegaan. Oh, vet hoor. En het mooiste van Jefta is, als ik in de techteam... veel mag blijven. Ja. En was het ook echt verbinden. Mensen die in ons team, die we bij elkaar hadden gebracht, die kenden elkaar helemaal niet. Ja. En die zijn nou gewoon met elkaar getrouwd en hebben gewoon kinderen. Okay. Door dat project, weet je wel. Ja, zelfs ja. Ik zelf met mijn relatie ook door dit project, mijn broer ook. Ja. Als je het echt hebt over verbinden dan, hè. Dat was tijdens Jefta. Ja, er zijn nog gewoon groepen ontstaan, vriendschappen zijn ontstaan, dat relaties, door dat project. Oké. Okay. En dat was ook eigenlijk onze visie ook. Mm-hmm. Want ik weet gewoon hoe onze mensen zijn. Maakt niet waar je bent.
bij andere culturen zal dat ook zo zijn. Als je zolang je ze maar gewoon bij elkaar brengt. Maar ben je dan iemand die zijn voldoening haalt uit het proces of uit het resultaat? Proces. Proces, hè? Ja, het proces is voor mij, als ik gewoon kijk in de artistieke, is dat gewoon de key. Het proces. Het resultaat is binnen 1 seconde is dat voorbij. Ja. Je kan met een film, kan je een jaar bezig zijn, maar die film duurt maar 1,5 uur. Ja. Maar het proces, daarvan leer je het meest. Ik ben natuurlijk ook vaak gevallen. Ja, misschien kan je daar ook, bij Tekken 2 wat alles positief houden natuurlijk, hè. Maar ik weet dat het zeker niet zonder slag of stoot gaat. Kan je daar misschien wat over vertellen? Ja, waar zal ik beginnen? Ja, oké. Okay. Ja, kijk, het zijn offers, hè. Mm-hmm. Het zijn offers die je moet brengen. Het is, iedereen ziet alleen maar het topje van de ijsberg. Maar ze zien niet wat er allemaal gebeurt. Maar er zijn gewoon echt dingen, we hebben gewoon echt dingen meegemaakt. Kijk, we zijn in 2010 zijn we eigenlijk gestart met Sterk. Ja. En toen hebben mijn broer en ik besloten, we gaan niet meer voor een baas werken. Mm. Nu gaan we het zelf doen. No. Echt zelf doen. Dedicated, we gaan nu alles zelf doen. Nooit meer voor een baas. Nou, tot nu toe hebben we dat niet. Ja. Maar rekeningen. Nog steeds, die heb je nog wel. Die heb je nog wel, die nog steeds aan het afbetalen ben. Dat zijn gewoon open en eerlijk. Mm-hmm. Dat ik echt denk van, hey shit, wat? Nee, het is 2000, nee man, nog steeds, donder op joh. Ja. Die kennen mij nou gewoon echt persoonlijk nu, weet je wel. Ja, ding dong, hey, hoe is het jongen? Speed dial. Ik krijg nog 200 euro van je. Want, en dan zeg ik, kom even eten eerst joh. Wil je blijven slapen? Maar dat is wel wat je hebt geleverd. En ook het overlijden van mama. Ja. En mijn broer was toen ook uit huis gezet, dat soort dingen, weet je. Want we hebben gewoon alles ingeleverd om dit te doen. Want dat... En uiteindelijk zijn jullie gewoon doorgegaan. Kan je misschien wat ons meenemen in die mindset daarvan? Want stel, ik noem maar wat, hè, 2010 was Sterk. Stel, jullie hadden in 2011 besloten om te stoppen. Dan was alles wat jullie nu hebben gedaan niet bereikt, zeg maar. Ja, echt. Waren er momenten dat jullie wilden stoppen? Op een gegeven moment waren we klaar met Jefta. Mm-hmm. En toen hadden we wel zoiets van, wat moeten we nou doen? Toen zei mijn broer van, we kunnen beter gewoon weer werk zoeken. Ja. Want die brieven worden ook alleen maar meer. Ja. En hoe gaan we dit doen? Papa mama ook helemaal, hun spaargeld ook allemaal erin. Ja. Papa heeft zelfs zijn auto verkocht. Omdat ze geloofden gewoon in onze droom. Ja, het is ook niet niks. Ik woon in Amsterdam. Mijn broer die woont in Rotterdam. Mm-hmm. En toen zijn we gewoon teruggegaan bij pap mama. Gewoon 2 volwassen jongens weer terug bij pap mama. Ja, dat is ook nog een stap inderdaad. Weet je, en alles achtergelaten. Ja. Dat mama zei van, ja, maakt niet uit, we gaan hier gewoon voor. En toen kwam ik eigenlijk met het idee van, we gaan een lezing geven over hoe wij Sterk zijn gestart en hoe wij dat hebben gedaan en hoe we Jefta hebben gedaan. En toen daarna gingen we slapen en toen daarna maakte ik mijn broer wakker. Ik zei, nee man, we gaan een theaterstuk maken hierover. over hoe we dit hebben gedaan en ook grappige dingen en emotionele dingen, gewoon over ons leven, live. Toen zei mijn broer, ja, dat stuk. Ik zei, ja, dat gaan we gewoon doen. En toen hebben we gewoon middernacht. Middernacht is dat gewoon zo bedacht. Ja. En toen zei mijn broer, ja, dan moet je wel een stuk schrijven. Maar dat heb ik heel mijn leven gedaan. Ja, precies. Zo kwam die full circle. Ja, zo kwam de naked tips. Ik haalde al die mappen van die ik had gemaakt toen ik 14, 15 had ik allemaal erbij. Heb ik allemaal opengemaakt, allemaal gelezen. Dit kan ik gebruiken, dat kan ik gebruiken, situatie, dat voor situaties. Wow, en zo is het geheim eigenlijk ontstaan. Oké. Okay. Dan zal ik nog een geheim vertellen over het geheim. Ja, voor de mensen, het geheim, dat is jullie allereerste Ons allereerste, een van de knallers eigenlijk, van alle shows. Ja. Die heb ik in 1 nacht geschreven. Oh, wauw. Serieus? En dus zeg maar, morgen zaterdag hadden wij zeg maar première in Witte Vrouwen Utrecht. Ja. Vrijdagnacht heb ik geschreven. Oh zo, echt? Vrijdagnacht heb ik gewoon, omdat ik heb wel voorwerk gedaan, toch? Maar die vrijdagnacht ervoor? Gewoon. Ja, voor de première heb ik gewoon dat geschreven. Ja. En onderweg naar Utrecht heb ik met mijn broer gerepeteerd. Serieus? Okay. En zaterdag hebben we geknald. Heel veel mensen zouden zeggen van dat kan niet. Maar voor ons was het zo'n noodzaak. Ja. Dus we moesten wel. Ah. En als je iets moet, dan ga je ervoor. Als je dan terugkijkt, denk je dat je ook echt in die situatie had moeten komen? Mm-hmm. Zodat je dit kon doen? De mooiste dingen maak ik alleen als ik in een dal zit. Als ik als ik me kut voel, of als ik echt in pijn heb, of er is iets gebeurd. Dan creëer ik eigenlijk de mooiste dingen. Okay.
Als ik kan bijvoorbeeld niet zeggen, dus je vast ook wel hebben in een creatief proces. Ik ga morgen van 2 tot 5 even creatief bezig zijn. Kan niet. Nee, kan niet. Nee. Als je dat gaat regisseren, lukt dat gewoon niet. Ja. Maar het is altijd net als je net eventjes op in bed ligt, je wil net slapen en dan denk je ting! Ja, dan. Ja, ik herken het. Ja, toch? Oké. Maar is het dan ook iets dat je dan, ja, hoe zeg dat? Wat altijd dan die dilemma is, dat je dan terug naar dat dal wil eigenlijk om het weer te creëren? Of? Kijk, het liefst nu je ook een dochter hebt ja. en een gezin, wil je zo min mogelijk dal. Ja. Ja, toch? Ja. Dus dat is wel waar je eigenlijk mee speelt. Ja. Ik ben af en toe wel op zoek naar die pijn, maar dan heb je nou te maken met ervaring. Weet je wel, ik heb al 5 programma's geschreven. Ja. Dus je weet al ongeveer van welke formules je kan gebruiken waar je moet zijn. Ja. Maar soms verlang ik wel eventjes naar een pijnmoment, hoor. Dan denk ik van, oh. Om weer gewoon even een nieuwe prikkel te krijgen. Ja, precies. Want even kijken hoor, want je hebt zeg maar, dat is dan 2015 geweest, hè? Dat echte theater ja, is begonnen. Ja, 2014, ja. Die switch. En, oh ja, daar had het over. Zeg maar, dus had je dus zeg maar tegenslagen, dat soort dingen. Ja. En waarschijnlijk komen mensen ook wel eens met adviezen. Ja. Waarschijnlijk heel veel ongevraagd advies ook. Ja. Als je zeg maar, wat is het slechtste advies wat je ooit hebt gekregen? Ja, ik heb alleen maar goede adviezen. Nee. Nee, ik heb wel mensen dat iemand tegen mij zei van ja, je moet niet alleen maar Molux praten in het theater. Want anders kunnen die Hollanders het niet verstaan. Hmm. Weet je wel? En wij, Molukse gemeenschap hier in Nederland, zijn altijd vaak gefocust. Wat vinden die Hollanders van ons? Ja. Terwijl mijn visie is, en van mijn broer ook, is fuck dat. Kijk, de Nederlander, de Hollander-Nederlander, die kan kiezen tussen Herman Finkes, Theo Maas, Hans Steeuwen. Zoveel keus. Maar onze mensen, waarom wie moeten zij kiezen? Ja. Voor herkend moeder zij kiezen voor... kan niet, is niet. Ja. Er is geen Molukse of Indische comedian waar zij zich... waar ze herkenbare dingen... Ja. Weet je, dat was wel een advies waar ik had zoiets had van... Daar ga je niks mee doen. Nee, waarom, ja, waarom moeten wij nou altijd... als de Blanders maar goed vinden, hè? Ja. Waarom komen we niet in het nieuws? Constante zoek naar goedkeuring. Ja. Zeg maar, zoek toch naar. Waarom komen we niet in het nieuws? We hebben toch zoveel voor hun gedaan? Ja. Ja, dat klopt, ja. Maar we moeten toch gewoon verder. Ja. Als wij het zelf weten. Ja, want dat is ook jullie tweede stuk heette Enkeltje Toekomst. Enkeltje Toekomst, klopt, ja. En dat is ook wel een statement eigenlijk. Dat was eigenlijk statement. Ja. Dus eigenlijk, die show was eigenlijk een statement, klopt. Ja, vet. Om te laten zien van. Dat we het zelf kunnen. Mm-hmm. Waarom moeten we altijd... Kijk, dat onze ooms altijd naar de gemeentes gingen van... Mag ik 10.000? Want mijn kinderen moeten eten. Ja. Terwijl deze generatie, de derde, vierde en de vijfde... Die zeggen van, hé, ik pak dat geld zelf. Regelen. Ja. En dat is de beste mindset. Ja. Want dan kan niemand tegen jou zeggen van... Hé, maar ik geef jou dat geld, maar... Maar je moet het wel daar en daarvoor gebruiken. Ja. En nu kan je gewoon zelf bepalen. Nu kan je zelf bepalen. Ja, daar zit wel kracht in. Hè? Ja, dus ik geloof gewoon ook in dat de volgende generatie... dat alleen maar mooier wordt. Mm-hmm. Want jij zal zelf ook hebben, vroeger hoorde je ook zeg maar, verhalen over vechten. Ja, ja toch? Hey, die heeft ruzie met die. Ja. Ze hebben gevochten tegen een groep Marokkanen, maar is niet meer. Nee, hoor je tegenwoordig niet meer. Mm-hmm. Want ja, je hebt Polen en Bulgaren en daar wil je niet tegen vechten. dat weten wij Molukkers nu ook wel. Als je het ziet, oh nee, Tsuda, nee, jangan. Als tegen Blandas, kom maar op, toch? Maar tegen zo'n grote Pool die 8 dagen in de week werkt, no man. Maar dat vind ik juist mooi. Ik zie ook in verschillende wijken, een muziekprogramma kan je nu gewoon downloaden. Ja. Wij moesten echt naar de Few Record Shop, mm-hmm. 175 gulden betalen voor een programma, kreeg je 4 cd's, die moest je installeren op je Windows. Ja. En dan kon je muziek maken en dan kan je gewoon op je telefoon kan je beats maken, weet je? Opnemen. Tegenwoordig. En dat dus, vind ik gewoon mooi. Ja, want... De mogelijkheid is er. Dat is het eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk de mogelijkheden creëren. Ja, alleen het gevaar is, kijk... Toen ik schilder was, en ik ben ook in de leer geweest door een meesterschilder. Hij gaf mij de drie primaire kleuren. En hij zei, met deze kleuren moet je alle kleuren maken. Dat was mijn les 1. Nu, dus je moet creatief zijn. Hoe maak ik paars? Moet ik dan blauw? Dan moet je denken. Mm-hmm. Dus je hebt niet zoveel middelen. Je hebt maar 3 kleuren. Maar de jongeren van tegenwoordig hebben zoveel mogelijkheden. En dat kan ook een valkuil zijn. Ja. Als je te veel keus hebt, mm-hmm. waar moet je dan heen? Wat zou jij die jongeren willen adviseren? Ja, om eerst even terug te gaan naar de basis. Ja. Om altijd eerst terug te gaan naar de basis. Als je bijvoorbeeld muziek wil maken, dat je gewoon even naar de basis gaat. Wat vind ik eerst zelf mooi? Ja. Dan in plaats van
En wat wil de ander horen? Ja. Ja, ik denk dat de key is. En zeg maar, om daarop door te gaan, stel je, nou, we zijn 10 jaar verder, hè? Misschien nog meer dan, hè, sinds jij 14 bent. Stel als jij nu, de Joshua van nu, een gesprek zou voeren met de Joshua van toen die 14 was. Wat zou je tegen die reden zeggen? Dus oké, okay, ja, dat zou ik zeggen. Met de knowledge van die ik nu heb. Ja. Ja, dan was het wel heel een diplomatisch gesprek. Waarschijnlijk nee, zou jouw 14-jarige versie jou niet deze eerst nemen. Kijk, ja, ik weet niet. Ik zou zeggen van, blijf zo gewoon doorgaan. No. Hoe je het nu doet. Want ik zou niks willen ruilen. Hoe ik het vroeger heb gedaan, was gewoon perfect. Dat ik cocaïne heb gebruikt. Ik heb pillen geslikt, echt veel. Mm-hmm. Dat heeft mij ook ontwikkeld. No. In al die trips waar ik aan zat, gebruik ik nu nog steeds in mijn shows. Oh, okay. Weet je, die trips die ik had, dat ik helemaal lijp was, dat ik naar Nou Wow ging. Yeah. En dat ik gewoon vanaf woensdag tot en met zondag snoof ik gewoon. Ik keur het niet goed. Mm. Weet je wel, het was ook gewoon heel ja, misschien mag ik dat ook vertellen als je nog tijd hebt. Yeah. Ik gebruikte dus heel veel cocaïne. Mm. Ik had geluk, want een goede vriend van mij, die verkocht, dus die had samples. Dus dat kon ik af en toe, hè, yeah, kon ik gebruiken. Dus ik was altijd heel laat thuis. Mm-hmm. Dus mijn moeder, die wist helemaal van niks. Die wist wel van dat Jos altijd 's avonds weg was, maar wat doet hij dan allemaal? Dus ik kwam een keer thuis, helemaal van de kaart, helemaal doorgesnoven. En mijn moeder zei, wat heb je gedaan, weet je wel? Als we het hebben over perfect parenting, hè, mm-hmm, hoe mijn moeder heeft aangepakt. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor, hoor. En mijn vader ook natuurlijk. Ik zei gewoon, omdat ik zo lijp was, drugs gebruikt. Dus zei moeder, dan ga je zitten aan tafel dan. In de ochtend was dit, hè, 5 uur en 6 uur in de ochtend. Oké. Okay. Nou, ik ging zitten aan tafel. Mijn moeder zegt, wat heb je dan gebruikt? Ik zeg, cocaïne. Dan zegt ze, wel, laat zien dan. Laat zien. Ja, laat zien, op tafel gelegd. Ah ja. Hoe werkt dat dan? Hoe bedoel je? Ja, hoe bedoelt u? Hoe werkt dat dan? Ja, dan moet je snijven. Laat zien dan. Ik cd-hoedje pakken van Jean Paul, weet ik nog. Van Jean Paul. Had ik op dat cd-hoedje had ik gewoon een lijn gelegd. Mm-hmm. Nou, een biljet gepakt. En dan zat ik gewoon voor mijn neus van moeder. Voor een neus van moeder zat ik, was ik gewoon aan het snijven. Mm-hmm. En dan zei ze, en wat voel je nu? Geil, zei ik zo. Ik ben helemaal lekker, joh, man. Dit is echt Superman. Dan kijk mijn moeder zo, maar is het toch niet goed, toch, drugs? Ik zei, nee, is niet goed. En toen keek ze me aan. En dan zei ze, ik ken jou. Je bent mijn jongste. Talenta Banyak. Duurt niet lang, dit. Dit duurt niet lang. Dat weet ik. En de week daarna was ik gewoon gestopt. Oh, serieus? Echt. Ook door die woorden ook? Door die woorden. Ja. Was ik gewoon gestopt. En nu ik zelf vader ben geworden, ja, denk ik, stel je voor dat mijn dochter op haar 17e thuis komt, helemaal lijp, zou ik dat ook kunnen doen? Ja. Hoe zou je reageren, denk je? Ja, ik denk dat elk kind natuurlijk anders is. Ja. Kijk, wat ik zo fijn vind van mijn ouders, is dat zij, mijn broer en ik, gewoon echt 1000 keer hebben laten vallen. We mochten echt alles. Mm-hmm. Ze hebben ons ook gehoord, elke land, dus elk jaar ging op vakantie. Mijn ouders werkten gewoon, hadden gewoon een goede baan. Elke pretpark gingen we naartoe. Dus ik had eigenlijk, was ik gewoon zo'n verwend kutkind was ik gewoon eigenlijk. Ik had een Superman, Super Nintendo had ik, de nieuwste, Game Boy. Met laten vallen bedoel je bewust, ja, zodat je zelf op kon komen. Ja, dus ik werd wel verwend, maar ze lieten me ook gewoon, gewoon je eigen kapot gaan. Ding, ja. Weet je, zo van, maar moet ik dat doen? Doe maar. Mm-hmm. Ga maar, en dan kom je zelf achter hoe dat is. Ja. Terwijl mijn vriendjes zeiden van, nee, je moet niet daar. Hun ouders, nee, niet doen, dat is slecht. Ja, dus ze konden nooit behoeden ervaren, ja. Hoe dat is. Nee, niet met Marokkanen omgaan, ja, niet doen, ja, want hun zijn slecht. Ja. Terwijl mama zei, ga met iedereen om, kom je zelf achter of het slecht of goed is. Ja. Want ik voed jou toch op met die normen en waarden van ons. Wat je er zelf mee doet, moet je zelf weten. Hey, wat is dat extraatje dan, denk je, dat jij dan wel met die vrijheid, een man omging, zeg maar? Die vrijheid. Ja. Die vrijheid, ik denk dat het extraatje is. Ja. Okay. Dus als je bijvoorbeeld een verkeerde keuze maakte met een opleiding, mm-hmm, en je moet gewoon je moet het afmaken, ja, maar je wil eigenlijk niet, ja, dan zei mijn moeder gewoon van, nou, dan ga je er nog vanaf. Ja. Want in Nederland kan dat gewoon, kan je andere opleiding. Dan ga je andere opleiding, ja. Dat is weer dat denken in mogelijkheden, ja, in plaats van beperkingen. Ja. Hey, en dan om zeg maar vooruit te kijken, jouw nieuwe stuk. Ja. De grappigste moeilijke van Nederland. Mijn oma uit Ambon. Ja. Kan je daar misschien wat over vertellen? Dit is het eerste stuk, voor de duidelijkheid. Dus normaal gesproken heb je stukken met je broer. Ja. En dit is eigenlijk het eerste keer dat jullie... Dat ik voor mezelf schrijf. Dat voor jezelf gaat, hè? Ja, ik heb altijd voor onszelf geschreven. Ja. Ik was altijd verantwoordelijk voor het script en de regie en alles. En nou voor mezelf. Ja.
En vertel, dus hoe... Waar het vandaan komt. Ja. Ja, het was altijd wel een wens dan, tijdens het spelen, om een keer zelf te spelen. Ja. Ik heb mijn broer en ik, wat ik net vertelde, was uit noodzaak. Ja. Dat wij het theater in moesten gaan. Mm-hmm. En dat werd op een gegeven moment een succes. Echt een succes. Ja. Maar het was wel een wens geweest voor mij altijd om zelf te gaan schrijven. Mm-hmm. En toen ik gewoon... We leven hier bijna 70 jaar. En er is gewoon nog nooit in de geschiedenis, sinds Molukkers hier wonen, een Molukse comedian bekend geworden. Toen dacht ik, dan doe ik het wel, toch? Ja, dat is weer... Ja, toch? De Antillianen kunnen kiezen tussen ja. Jandino. Ja. Ja, de Surinamers kunnen kiezen tussen Howard Komproe of Roy van Veer. Ja. Maar Molukkers, wie moeten ze kiezen? Daniel Arends. Die is geadopteerd en is niet eens Moluks. Ja, toch? Ja. En dat is eigenlijk om mezelf te branden als de grappigste Molukker van Nederland. Ja. Dan doen we het maar zo. Ja, vet man, vet. Maar dit wordt ook de eerste comedy show. Ja, ik wil zeggen, dat kan je een tipje van de sluier geven? Of tenminste, wat je kan delen, hè? Ik weet niet of het... Ja, dan heb je wel een primeur. Ja, uiteraard. Daar gaan we voor de primeur. Mijn oom uit Ambon gaat eigenlijk over mijn oom uit Ambon, logisch. Ja, okay, nee. Die komt hier in Nederland voor 4 weken logeren. Ja. En heel kort, hij wordt verliefd op de buurvrouw. Hij vindt de hond van de buurvrouw heel erg speciaal. Oh, en hij wil niet meer terug naar Ambon. Ah, dus okay, dat wordt echt spannend. Gaat voor de eerste keer gaat hij hutspot eten. Ja, hij komt voor de eerste keer op een typische Nederlandse verjaardag. Ah, en dus dat wordt eigenlijk... Okay, dat wordt echt gewoon... Okay. Als je onze vorige shows kent, was het altijd een lach en een traan. Ja. Nu ook, maar die traan is ook van het lachen. Ja, klopt. En dan ga je gewoon ook weer door heel Nederland toe, ja, hè? Ja, 7 ja, en 8 hè. Februari openingsweekend. Ja. Dus vrijdag 7 februari in Culemborg. In Barneveld, 7 mm-hmm. februari Barneveld en 8 februari Culemborg en dan gaan we gewoon weer toeren. Ja, vet man, vet. Dus echt comedy. Ja. Want de meeste Molukkers, hè, de meeste mensen die kennen ons natuurlijk. Treinkaping, motorbende, pijn, veel pijn, toch? Onze opa's pijn. Zeker. Maar daarnaast gaan we naar een Molukse feest of verjaardag, je hoort alleen maar ahai! Ja. Waarom kunnen wij die niet aan de wereld laten horen? Klopt. En het is geen tijd meer voor pijn. Ja. Is dat jouw grotere doel? Om gewoon weer echt die glimlach terug te brengen? Ja, ik denk dat wij dat ook gewoon nodig hebben. Ja. We zijn hier al 70 jaar in Nederland. Nou, daar zijn we eigenlijk dus al met pensioen. Toch? De gemeenschap is eigenlijk met pensioen. Dus dat betekent dat je nou mag genieten. Ja. Accepteer nou maar gewoon dat we hier blijven. Dat we gewoon hier in Nederland zijn. Dat dit gewoon onze basis is hier. Dat onze opa's en oma's hebben hier het fundament neergezet. Voor onze tjoetjoes, voor hun tjoetjoes. Ja. De meeste van de 54e generatie spreken niet eens de taal. Als je kijkt naar Turken en Marokkanen, die spreken gewoon vloeiend hun eigen taal. Mm-hmm. Maar als ik gewoon kijk naar mijn neven en nichtjes, die spreken niet meer taal. En dat is niet erg, maar dat is gewoon... Het is gewoon zoals het is. Ja. Ja. Dan kunnen we, er worden natuurlijk allemaal lessen gegeven, maar het is nou gewoon eenmaal zo. Ja. Dus we moeten er gewoon wat van maken nu. Ja. En dat hoeft niet alleen maar met onze eigen mensen, maar met iedereen. Als je maar gewoon gelukkig bent, joh. Ja, nice. Hey, wil ik in ieder geval bedanken voor dit inspirerende gesprek. Samangat. En om in de techteamsfeer te blijven ook. Ik wil vragen van, heb jij nog een boodschap voor iemand die daar zit te kijken, die ook gewoon talent heeft, maar niet weet hoe of wat, of misschien ook wel denkt aan stoppen ermee of nooit meer iets ermee doen. Heb je misschien een woord voor diegene om die mensen ook te inspireren? Knowledge is power. Dus praat met zoveel mogelijk mensen van andere culturen. Eet zoveel mogelijk andere gerechten die je nog nooit wou eten. Dat geeft je allemaal inspiratie. Ja. Lees boeken, luister muziek die je eigenlijk helemaal niet wil luisteren, maar luister daar gewoon naar. Dat je ook meer begrip krijgt voor iets wat je nu nog niet kent. Van je wereld zoveel mogelijk. Ja, je moet er gewoon uitstappen. Nice. Mensen zeggen vaak think out of the box, maar ik zeg there is no box. Ja, nice. Ja. Oké, thanks man. Yes. Dat je het wilde doen. Power. Yes. Tech team power. De gek. Team. Bedankt voor het kijken. Dames en heren, lieve meisjes en mooie knappe jongens. Ik was vandaag de gast bij Tech Team TV. En het was echt te gek. Het was echt te gek. Ik zou het gewoon echt gaan volgen. Je kunt ze op YouTube ze volgen, subscribe, hè, abonneer ze, geef die like. En binnenkort meer. Ik heb de eer om als eerste te gast te mogen zijn. Dus alleen maar mooie dingen. Tech Team Power.